Even mijn schoenen uit. Het een beetje huiselijk maken hier. Ja. Oh, hé! Hey. Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ben jij een nieuwe kijker? Hoi, mijn naam is Denise Anna. En superleuk dat je op deze video hebt geklikt. Het is vandaag een nieuwe maand. En dat betekent dat het tijd is voor een nieuwe serie. Dit zei ik echt super raar. Sorry. Maar goed, de serie. Jullie hebben het al kunnen lezen aan de titel, gezien in de thumbnail. Maar ik wil het toch nog even benoemen. Vandaag is namelijk de dag van de serie hashtag Action Maanden. Voor de mensen die mij wat langer volgen, die hebben Action Maanden al één keer eerder voorbij zien komen. Uit mijn hoofd weet ik niet precies meer welke maand dit was. Maar het was een beetje begin van het jaar. Dus ja, volgens mij februari, maart, ergens in die trant. Ik weet niet meer. Maar ik zat zo te denken. En ik hou heel erg van de action. Volgens mij houden jullie ook heel veel van de action. En ik had zoiets, ja, waarom doen we niet gewoon weer Action Maanden? Want Action heeft er allemaal nieuwe spulletjes. En ik heb allemaal leuke ideetjes gewoon eventueel met andere YouTubers om te doen met Action Maandag. Dus ja, ik voel hem wel. Ik hoop jullie ook. Goed, ben jij nieuwe kijker? Zou je het leuk vinden om mij te blijven volgen? Vergeet dan zeker niet om heel even op die abonneerknop te drukken. En natuurlijk op de notificatiebel. Want zo ben je als allereerst op de hoogte wanneer ik een nieuwe video online post. En niet te vergeten, dan hoor je ook bij de hashtag Denise Anna Squad. De shoutout van deze video die komt nu in beeld. Superleuk dat jij bij de Denise Anna Squad hoort. En wil ik een keer een shout-out? Laat me eventjes weten hier beneden in de comments. Zorg dat je bent geabonneerd en zet het notificatiebelletje eventjes aan. En ja, goed, met dat gezegd hebbende, laten we vooral lekker beginnen met de video. Oké, ik heb hier het zakje. Ik heb nog niet verteld wat wij precies gaan doen, maar wij gaan dus vandaag deze 2-in-1 curling iron en straightener testen. Dit is weer zo'n gevalletje van de Action die kost. Nou heb ik de bol niet meer, maar volgens mij was die 6,95. Of nou ja, dat weet ik bijna wel zeker. Het is dus een krultang en een steltang in één. Ik ga testen, want hoe chill zou het zijn als deze werkt. Ik heb al meerdere krultangen, krulborstels, stelborstels, weet ik het wat getest van de Action. Soms zitten er echt pareltjes tussen dat je denkt, nou, dit is fantastisch. Maar soms zitten er ook echt dingetjes tussen dat je denkt, nou. Dus ik hoop dat dit weer zo'n pareltje is. Dit is wat er in de doos zit. Impulse Beauty. En er zit een gebruiksaanwijzing bij. Ja, ik haat altijd gebruiksaanwijzingen. Maar heel even snel scannen, oké? Weet je, dan doe ik het vast voor jullie. Hoeven jullie het zelf niet meer te doen. Je kan hem hoog doen op 100, of je kan hem laag doen op 160 graden. En hoog op 180 graden. Vind ik niet heel warm. Want ik doe mijn haar meestal standaard op 180. En dan, dat is ja, maar wel een koude stand of zo. Ja, boeit me niet. Ik ga hem in het stopcontact steken. Goed jongens, hij is uit de verpakking. En dit is hoe hij eruit ziet. Als we hem eventjes bekijken. Er zitten een soort, ja, tandjes op. Ik denk dat dit te maken heeft dat je je haar dan, ja, weet ik veel, goed kan krullen of zo. Dan heb ik hier een schuivertje met, ja, een schuifknopje. Met stand 1 en 2. En 1 is dan 160 graden. En 2 is 180 graden. En er is een aan- en uitknop. Als het goed... Oh, dat, die is er niet. Oké, en hieronder, ik weet niet of jullie het kunnen zien, zit ook een schuif... Hoe noem je dat? Een schuivertje. Hoe kom ik daarbij? Schuifknop? Oh, dat is echt super dom. Ik weet het gewoon echt niet. Wat erg. Je vindt hier een dingetje. En als je hem omhoog doet, is het een krultang. Moet je hem naar beneden, wordt het een steltang. En vice versa. Ik ga hem in het stopcontact steken. Ik zet hem lekker op stand 2, want we gaan all the way. En ik ben nu benieuwd wanneer je iets gaat merken dat hij warmer wordt. Oeh, ja, die binnenste platen beginnen al warm te worden. Oké. Zo, eventjes tussendoor. Ik wacht nu ongeveer, wat zal het zijn, 2 minuten of zo. Maar hij is nog steeds niet heet. Kijk, ik kan hem dus gewoon aanraken aan de buitenkant. Ik weet ook niet of de buitenkant nou veel heter gaat worden. Ja, het lijkt me wel. Want ja, het is een krultang. Men wil dat de krullen blijven zitten. Zo, blijven zitten. Ja, het wordt warm. Maar ja, het duurt best lang. Oké, ben ik weer. Ik heb hem heel even op de grond gelegd. En ik denk, ja, weet je, ik wacht even een paar minuten. Ik denk dat ik nu, ja, 5 minuten heb gewacht. Ja, ik wil even weten of de buitenkant heet is. Oké, 3, 2, 1. Ja, het is heet. Ja. Ja, het is heet. Oké. Gaan we verder. Hier een pluk. Ik pak wel even een wat dunnere pluk. Ik ga deze nu krullen. Hij is, ja, hij is iets... Wacht. Opnieuw. We gaan hem eerst een beetje stijlen. Nog een keer.
Kijk, dit ging best prima, toch? Ja, dit is wel oké. Okay. Ja hoor. Wacht, ik ga even een beetje mijn hele haar... Ja, het is mijn haar... Ik weet niet wat het is vandaag. Is het krul? Is het stijl? Waar gaan wij voor? Ik ga heel even een beetje dit wat stijler proberen te maken. Want die voorste pluk is wel echt lekker... Is wel stijl, toch? Oké, okay, wacht. Altijd als ik mijn haar stijl, ga ik er altijd doorheen. Alsof ik mijn haar aan het borstelen ben. Ik doe dat echt gewoon zo. En met mijn steltang die ik heb, wordt het ook dan zo stijl. Ik vind... Hoe hoor je dat? Oh, je trekt allemaal haren eruit, volgens mij. Hoe wil je dat geluid? Ik vind dat helemaal niks. Ik zie allemaal een beetje haarpuntjes. Oké, okay, wacht. Oh, straks breekt er ineens een pluk haar af. Oh, oh, oh. Worden wel wat stijler. Jawel, hè? Ik vind dat geluid echt helemaal niks. Ik word hier helemaal zenuwachtig van. Ik zit ondertussen even achter jullie in de spiegel mee te gluren wat er gebeurt. Dus als ik een beetje niet helemaal in de camera kijk, dan ben ik heel even naar mezelf aan het kijken. Maar hou, ik vind dit niet heel verkeerd. Kijk even, wacht. Ja, toch? Kijk, dit is zeg maar een beetje ge... Ja, weet ik veel wat dit is, maar dit is wel echt lekker stijlachtig. Ja, ik vind het denk ik wel oké. Ja hoor jongens, ik vind de steltang op zich, ja, tot nu toe wel prima. Ik denk, zeg maar, ja, weet je wat ik denk? Die steltang is wel, als je wat dikker... Ik heb van mezelf echt dun haar. Kijk maar, dit is echt gewoon... Stelt niet veel voor. Maar... Ja, dat is dus... Ja, ik kan vandaag niet zo goed uit mijn woorden. Met dun haar is het denk ik wat makkelijker dan als je dik haar hebt. Ik denk als je dik haar hebt, dan moet je het echt gaan verdelen in hele dunne plukjes. En dan, ik denk wel drie keer over een pluk heen, wil die een beetje stijl worden. Ja, als je dun haar hebt, vind ik het wel prima. Weet je, het is 6,95. Je hoeft er ook niet heel veel van te verwachten. Maar zo even hup, 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 snelle steltang voor weinig. Vind ik dit niet verkeerd. Wat vinden jullie als je er naar kijkt? Het is toch gewoon echt prima zo. Het is echt mooi stijl. Althans, ik vind het echt mooie stijl. Ja, voor mij is de steltang goed gekeurd. Gaan we nu even kijken, mocht ik krullen willen maken, hoe dat is. Oh, we worden helemaal statisch. Oh nee. Ik ga hem er maar gewoon omheen rollen, denk ik. Oeh, dit vind ik heel gevaarlijk, zo zonder mijn handschoen. Ik gebruik normaal een handschoen voor dit soort dingen. Ik zag trouwens in het boekje dat ik 15 seconden moet wachten. Dus ik ga het een beetje op de gok doen. Na 15 seconden moet er dus een krul in zitten. Ik wacht ietsjes langer. 15 seconden zijn ruimschoots voorbij. Oh. Oké. Ik zal hem even up in the air houden. Dit is, ja, geen krul. Dit is, ja, net niet iets, weet je wel. Ja, slag. Ik ga wel voor even een perfecte krul. Wacht, we pakken een iets kleiner plukje. We geven het een eerlijke kans. We proberen het nog eens. Oké. Okay. Kleiner plukje, iets meer seconden. Kijk hoe dat gaat werken. Oh, 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 hij springt open. Oké, wacht. Waar is de krul? Waar is de krul? Ik heb nu dus een dunner plukje en langer in mijn haar langer gekruld. Dit is dus wat eruit komt. Ik ben er ook niet heel enthousiast over. Even kijken naar pluk 1. Ja, die is al bijna gone. En dit, ja, het is iets meer dan slag. Of het is slag. Maar ja, als je hier even doorheen gaat, zo... Is het eruit. Goed, kleine samenvatting. Steltang vind ik echt verbazingwekkend goed. Echt best wel goed zelfs. Het is altijd lekker om zo'n extra steltang te hebben ergens op een plek waar je ook veel bent. Ik heb nu volgens mij op elke plek waar ik ongeveer kom een steltang of een krultang. En beide liggen. Maar ja, als steltang zijn is die prima. Het is ook maar een ding van 6,95. Dus ja, krultang, ja, dat is niet de moeite waard. Je moet het niet gaan halen omdat je je haar wil krullen. Want mijn krullen zijn heel ver te zoeken. Ja, goed. Dit was mijn review. Ik hoop dat je het een leuke review vond. Heb je nou iets gezien in de action wat ik echt een keer moet gaan reviewen? En waar je, ja, heel erg benieuwd naar bent? Laat me eventjes weten hier beneden in de comments. Of stuur me eventjes een DM. Want wat heel veel mensen misschien nog niet weten. Ik lees al mijn DM's. Dus mocht ik niet reageren. Ik heb hem wel gezien. Maar dan ben ik net even te druk om te reageren. Maar ik zie alles. Dus ja, laat het mij vooral even weten. Stuur vooral een fotootje van het product mee. Of ja... Weet je, omschrijf het. Ik weet ook wat te vinden. En dan ga ik het gezellig voor jullie testen. En ja, goed, met dat gezegd hebben, zijn wij aan het einde gekomen van deze video. Vond je nou een leuke video? Geef dan zeker eventjes een duimpje omhoog. Abonneer zou ik super lief vinden. En met dat gezegd hebben, wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende video. Doei doei!